Mijn vader heeft misschien wel een van de allergrootste Ajax-verzamelingen van heel Nederland. En het lijkt mij een fantastische kerstwens als Frank de Boer bij hem op zolder zijn verzameling kon bekijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer en mevrouw Grimbergen. Ja. Ellen en Martin heb ik gehoord. Dat klopt. Ik kom even langs voor een verrassing. Mijn moeder ging vroeger met haar vader naar het stadion. Daarna heeft ze jarenlang een seizoenkaart gehad in de arena. En nu om lichamelijke omstandigheden gaat dat niet meer. En ik zou het ontzettend leuk vinden als ze nog één keer een wedstrijd mag meemaken in de arena. Hi, ga je met me mee naar Ajax? Even Boemie. Boemie, heb je zin? Niet. Waarom niet? Je gaat roeien. Oh, dan ga ik niet roeien. Ik heb geen zin meer om te roeien. Nou allemaal. Boemie, ga je mee naar Ajax? Ja, natuurlijk altijd. Thomas heeft al heel lang de wens om iets met sport te doen. En een sportjournalist is dan een van de redenen. Ik heb die wens ingediend om hem een dagje mee te laten lopen als journalist bij Ajax. En die wens is nu, komt nu uit. Ja. Ik ben Miel Brinkhuis van Ajax. Dit is de microfoon van Ajax TV. Vroeger zaten daar kabels aan, maar dat hoeft niet meer. Tik er maar eens op met je vinger. En dan zit je vandaag op de perstribune. Je bent mijn gast. En ik hoop dat wij samen een hele leuke dag tegemoet gaan. Dus ik ben wel benieuwd naar het Ajax Museum. Oh, kijk nou! Wow. Iedereen is er! Iedereen is er! Namens Ajax en Sigo, van harte welkom in de Amsterdam Arena. Heinz Tuij, die kent u waarschijnlijk nog wel, hè? Piet van der Kuil. De snelle rechtbuiten en Simon Tahamata. Finalist Champions League, Wenen, 24 jaar. Die wil ik graag overhandigen aan het mooie museum. Dat vind ik echt hartstikke. Ja, dit vind ik mooi. Ja. Nou, echt fantastisch. Daar wil ik in ieder geval even voor bedanken. Ik vind het echt mooi. Ja. Spreek ik met Beb? Ja. Beb, hoe is het met je? Ja, hartstikke goed. Als u deze zondag naar het stadion gaat, want ik heb hier ook nog twee tickets voor de hoofdtribune, omdat u een beetje slecht in been bent. Kan ik er toch nog heen? Ja. We schakelen nu live door naar Ajax, naar onze verslaggever. Wie zit er ook alweer? Thomas Nelis. Hey Thomas. Welkom in de Amsterdam Arena. Achter mij zitten de spelers van de Ajax en de Graafschap. Die zijn begonnen aan de warming-up. Het belooft een hele mooie wedstrijd te worden. Veel plezier en succes vandaag. Helemaal ontroerd. Voor een bal. Hallo Frank, ik heb één vraag voor je. Wat ga je doen met kerst? Wat ik met kerst ga doen? Ik ga de warmte opzoeken, Thomas. Ik ga naar Curaçao toe. Oké, hartstikke bedankt. Graag gedaan, Frank. Enorm leuk. Enorm. Ik denk dat ik het volgende week pas tot me doordringt.